De vergadering van de Nationale Assemblée met als belangrijk agendapunt antwoord van de regering op vragen gesteld door leden in de openbare vergadering van dinsdag 16 mei, die vandaag gehouden zal worden, is vandaag naar volgende week dinsdag. Het agendapunt was toen informatie van de regering over de economische en financiële situatie in ons land en de maatregelen die daarmee verband houden. President Desi Bouterse, die vandaag zou ingaan op de vragen, heeft zich vanwege ziekte afgemeld. Assembleevoorzitter Jennifer Geerling-Simons deelde dit mee na de opening van de vergadering, waarna zij deze gelijk verdaagde. Volgens Simons voelt het staatshoofd zich niet goed. Het gaat waarschijnlijk om een griep. Het is niet ernstig, benadrukt zij. Het lag in de bedoeling dat de regering binnen enkele dagen antwoord zou geven op vragen door de leden gesteld tijdens de vergadering van 16 mei. Simons hoopt dat de president tegen dinsdag voldoende hersteld is, zodat hij kan ingaan op de gestelde vragen.